Goed gedaan, prima. Want in Frankrijk betekent dat nul. Als ik tegen mijn Franse buurman zeg die wat loodgieterswerk heeft gedaan, prima gedaan, dan verstaat hij daaronder dat het dus prutswerk was. Waarom kun je in sommige landen beter geen duim omhoog steken? De Universiteit van Nederland presenteert internationaal communicatiewetenschapper Cees Hamelink. U zit in een KLM-toestel en u wordt verzocht om de seatbelt vast te maken. En er zit een meneer die dat niet meteen doet. De stewardess wandelt langs en zegt tegen hem: "Sir, would you please like to fasten your seatbelt?" En hij doet dat meteen, gehoorzaam als wij zijn in vliegtuigen. En zij zegt: "Well done." Ik kan dat niet nalaten om de stewardess meteen bij mij te roepen en te zeggen: "Lieve schat, heb je wel gevraagd waar die meneer vandaan komt? Zou het kunnen zijn dat die meneer misschien uit Iran komt? Want in Iran betekent dit gebaar fuck off." En het is zeer de vraag of de KLM het op prijs stelt dat haar passagiers zo worden behandeld. Het is een eenvoudig gebaar, maar het betekent wat anders in verschillende culturen. U kent misschien ook nog een heel eenvoudig gebaar. Wij zijn in Nederland vaak geneigd om als iemand iets goed doet, niet alleen maar te zeggen prima, goed gedaan jochie, maar ook iets te zeggen als goed gedaan, prima. Nou, dat moet u dus 500 kilometer naar het zuiden al niet meer doen, want in Frankrijk betekent dat nul. Als ik tegen mijn Franse buurman zeg die wat loodgieterswerk heeft gedaan, prima gedaan, dan verstaat hij daaronder dat het dus prutswerk was. Dat wordt helemaal nooit meer, die vriendschap wordt ook nooit meer goed. Als u dat eenvoudige gebaar in Brazilië maakt, dan roept u op tot seksueel verkeer. Dan zegt u: "Ik heb er wel trek in." Nou kan het zijn dat u dat heeft of dat u dat zelfs voortdurend heeft. Dan moet u voortdurend in Brazilië zo rondlopen. Dan komt het allemaal goed met u. Maar die gebaren, die zijn dus lastig in het internationale verkeer. Ook de vraag: geven wij elkaar een hand? Ja, dat is dan heel eenvoudig. Maar hoe doen we dat dan? Een beetje een slap handje, zo'n warm washandje. Of er flink in knijpen. Hoe lang houd je een hand vast? Zoen je, dat is ook, wij zijn in Nederland zo, hebben dat, die vreemde gewoonte van 3 keer langs dat hoofd. Het zijn landen waar dat helemaal niet op prijs wordt gesteld. Waar men veel liever heeft dat u een beetje op afstand blijft. Dus er zijn talloze gebaren die over de grenzen van culturen heen tot enorme misverstanden en enorme ruzies kunnen leiden. Dus het is verstandig om dat te weten als u aan die conversatie met vreemdelingen gaat deelnemen. En het wordt nog ingewikkelder als u ook nog de taal gaat gebruiken. Onze meeste communicatie is niet verbaal, dat doen we allemaal met gebaren. Soms praten we er ook nog een beetje bij. En dan wordt het al helemaal ingewikkeld, want dan ga je woorden gebruiken die in verschillende culturen hele verschillende betekenissen hebben. Denkt u maar aan het meest eenvoudige voorbeeld, het woordje nee. Dat gebruiken wij vrij gemakkelijk als Hollanders. We zijn een betrekkelijk hufterig volk. Hè? Net zoals de Denen, die doen het ook met groot gemak. Gewoon zeggen nee, afgelopen. Maar dat zult u in Japan niet horen. Als u met de Japanners hebt onderhandeld, dan kan het zijn dat ze na afloop zeggen: "Nou, we doen ons uiterste best." En dan denk je: "Nou, die deal hebben we gesloten." Maar "we doen ons uiterste best" betekent gewoon: we zullen er helemaal niets aan doen. Maar je zegt natuurlijk niet nee. Dus dat zijn allemaal dingen die we een beetje moeten proberen te begrijpen. En daar is heel veel studie naar gedaan de afgelopen jaren. Er zijn overal in de wereld cursussen interculturele communicatie. Vooral ook voor het bedrijfsleven. Er zijn goeroes op dat terrein. Prachtige modelletjes ontwikkeld. 3-4 stapsmodellen om u allemaal te helpen in den vreemde te communiceren. Ik vind dat niet zinloos. Ik vind dat zijn handige reisgidsen als het ware. Het is toch verstandig voor u om te weten dat u natuurlijk in Japan mensen niet direct zo even aankijkt. Dat hebben wij geleerd. Hè? Het is beschaafd om als je elkaar toespreekt, dan kijk je elkaar aan. Nou, dat moet u dus in Japan niet doen. Zo is dat, of als u in een lift gaat staan in het Midden-Oosten, kan het heel goed zijn. Hè, u staat in die lift en er komt een meneer bij u in de lift en die gaat meteen helemaal tegen u aanstaan. Dat bent u in Nederland niet helemaal gewend, dus u denkt dat is seksuele intimidatie.
Maar dat is het helemaal niet. Dat is gewoon een soort van gezelligheid. Het is een andere opvatting over de ruimte. Net zoals mensen andere opvattingen hebben over de tijd. Er zijn heel veel culturen die zijn polychroon. Ja, dan kom je half uur te laat of je komt helemaal niet. Niemand maakt zich daar zenuwachtig over. Als u een partijtje hebt, u hebt morgen een partijtje en u hebt gasten uitgenodigd. Het begint om 8 uur. Nou, de Duitsers die zijn er om 8 uur. De Japanners zijn er 19:15, want die willen zeker zijn dat ze op tijd zijn. En de Grieken die komen om 20:30 en de Italianen komen misschien helemaal niet of de volgende dag. En dat zijn polychrone concepties van tijd. Dat is aardig als u dat een beetje weet. En dan voorkomt u een hoop ruzie mee. Maar kunt u daarmee echt over de grenzen van culturen heen communiceren? Ik denk dat het ingewikkelder is dan die reisgidsen. Want we moeten toch met elkaar accepteren dat er hele grote obstakels zijn die die conversatie met vreemdelingen, zoals ik dat graag noem, in de weg staan. En ik geef u daar een paar gedachten over. In de eerste plaats, wij zijn in het Westen erg beïnvloed door de christelijke theologie. Eigenlijk ons hele sociale wetenschapsbedrijf is erg onder de invloed van het christelijk monotheïsme. Opvattingen over de mens, opvattingen over hoe mensen zijn, spelen een belangrijke rol in ons wetenschappelijk onderzoek. En dat staat die interculturele communicatie behoorlijk in de weg. Want in de christelijke theologie, in de brieven van Paulus, vindt u, er zijn geen echte onderscheiden tussen de Joden en christenen. Wij zijn allen één. Dat is een befaamde christelijke gedachte. Wij zijn allen tenslotte één. En ik denk dat dat een fundamentele misvatting is. Wij zijn juist niet allen één. Wij zijn heel fundamenteel verschillend. En dat maakt het moeilijk om met elkaar om te gaan. Ik heb dat zelf eigenlijk pas voor het eerst geleerd toen ik Chinese studenten in de collegebanken kreeg. En na een college een Chinese student haar vinger opsteekt en zegt, ja, professor, ik geloof toch dat u het niet helemaal begrijpt. Ik geloof dat u heeft een aardig verhaal over de wetenschap, maar het is een zo westers verhaal. U bent echt helemaal toegewijd aan de formele logica. Aristoteles. De formele logica betekent dat A kan niet tegelijkertijd niet A zijn. Ja, dat is zo. Daar ben ik mee opgegroeid. Zo denk ik inderdaad. Zei ze, ja, dan heb ik wel een klein probleem voor u. Want in de wereld is er 1 miljard mensen dat zo denkt als u. Maar er zijn 2 miljard die denken zoals ik. Dus wij zijn wel de meerderheid. Dus het wordt wel tijd om daar eens over na te denken. Want voor mij als Chinezen kan A heel goed niet A zijn. Yin en Yang, alles ligt in elkaars verlengde. Wij maken daar geen problemen mee. We hebben dus echt een hele andere opvatting. En zou u er alstublieft voortaan rekening mee willen houden? Omdat uw manier van wetenschap bedrijven wel erg westers is. Wel erg beïnvloed is door vooringenomenheid die uit de christelijke theologie komt. En dat als u met ons wilt communiceren, u toch zult moeten accepteren dat wij heel anders denken. Dat is dus het eerste probleem, dat je moet aanvaarden dat er mensen zijn die echt fundamenteel anders zijn. Wij zijn niet allen één. In de tweede plaats vraagt die interculturele communicatie dat u bereid bent om heterogeniteit te accepteren. Ja, en nou zegt u, want u bent natuurlijk zo'n alleraardigst elite gezelschap, weldenkende mensen, intellectuelen, die al gauw geneigd zijn om te zeggen, heterogeniteit, dat is toch schitterend, dat is toch ontzettend leuk. Al die mensen die een andere kleur hebben. Maar ja, dan kijk je hier rondom je en dan zie je dat dat al een beetje lastig is. Want er zijn wel heel weinig mensen met een wat andere kleur dan de meerderheid van u. En dan zeg je, en het is ontzettend leuk, want al die exotische restaurants, je kunt dus lekker Koreaans gaan eten. En zo, dat is mooi intercultureel. Wat gaat het toch goed met de wereld? Maar die heterogeniteit, ook als u hem acceptabel vindt, dan moet u vanavond in de tram op weg naar huis er maar eens over praten met gewone Amsterdammers en die vinden dat lastig. Gewone mensen vinden die heterogeniteit lastig. Want die hebben begrepen van Michel Foucault, de Franse filosoof, dat heterogeniteit een provocatie is. Want waarom moet u eigenlijk anders zijn dan ik ben? U provoceert mij. U wilt anders zijn. Dat betekent dus dat ik niet goed genoeg ben. Je kunt niet zo zijn zoals ik ben.
een provocatie. Dat maakt het ook heel erg lastig om daarmee om te gaan. En in de derde plaats moet u er nog mee leren omgaan dat u allemaal in dat hoofd van u meerdere identiteiten hebt. En wij sluiten ons vaak op in één identiteit. Wij zijn dit of wij zijn dat. Het grote probleem van de bloedige conflicten in India tussen de Hindoes en de moslims was dat de Hindoes zichzelf alleen maar zagen als Hindoes. En de moslims zich opsloten in hun identiteit als moslim. En ze daar niet uit konden breken. Maar als u er even over nadenkt, dan doet u mij een plezier, mevrouw. Schrijft u straks thuis eens even op wat al uw identiteiten zijn. En dan zult u snel tot de conclusie komen dat dat er meer is dan één. Want u bent misschien moeder en u bent misschien geliefde en u bent zuster en u bent dochter en u bent... misschien speelt u basketbal, speelt u leuk viool. Het zijn allemaal identiteiten. Als u nou thuis komt en u probeert dat vanavond en u komt niet verder dan één identiteit, dan weet ik een hele goede psychiater voor u. Maar als u zit te schrijven en bij 150 houdt het nog niet op, dan moet u ook naar diezelfde psychiater. Want er is wel een grens. Maar de acceptatie van meerdere identiteiten is wel heel erg belangrijk. Omdat je daardoor ook, hoe moeilijk dat misschien ook is, beter met anderen kunt communiceren. En dat communiceren in dat veld van die verschillende culturen moet u eigenlijk zien als een proces van scannen. Weet u nog dat oude radiotoestel waar je zo aan draaide, dat je tenslotte de goede golflengte had gevonden? Dat is eigenlijk intercultureel communiceren. Dat u scant en dat u probeert te vinden, is er iets, is er een veld? De Franse socioloog Pierre Bourdieu noemt dat velden. Is er een veld waarin we elkaar kunnen vinden, waarin we elkaar kunnen verstaan? Ook al zijn we heel erg verschillend. En wat ik u nu graag wilde aanraden is, als u op reis gaat naar andere culturen, doet u mij dan een plezier en neemt u een muziekinstrument mee. Neemt u bijvoorbeeld zo'n prachtige vibrandoneon mee. Want het is heel duidelijk dat overal ter wereld delen mensen het veld van de muziek. En als u dus muziek maakt, dan kunt u, ook al verstaat u elkaar verder niet, en bent u fundamenteel verschillend, toch heel goed met elkaar communiceren. Want laten we aannemen dat u dit doet. Als u zoiets speelt, en ik heb dat wel eens in een Latijns-Amerikaans land gedaan, dan zijn er echt geen Zapotec-Mexicanen die denken, nou die man speelt een leuk moppie, die heeft er echt zin in. Hè? Dan begrijpt iedereen over de grens van culturen heen dat dat een droevig liedje is. Daar speelt verdriet een belangrijke rol in. Daar spreekt verdriet uit. En hoe verschillend mensen ook zijn, dat begrijpen ze echt overal. De Zapotec-Indianen, de Navajo-Indianen, de Sherpas in het Himalaya-gebergte, ze begrijpen allemaal. En delen met elkaar die emotie. En dan hebt u dus een gezamenlijk veld gevonden waarin wij kunnen communiceren. Nu zijn wij natuurlijk niet alleen maar heel anders over de hele wereld. Wij zijn ook in ernstige mate ongelijk. We praten wel mooi over gelijkheid, maar als het er werkelijk op aankomt, is de ongelijkheid natuurlijk een belangrijke karakteristiek voor onze wereldwijde samenleving. En we hebben onder meer een zeer ongelijke toegang tot informatie en communicatie. En ik wilde graag in het volgende college met u nadenken over de vraag waar die ongelijkheid vandaan komt en of het verhaal wat u nu bijna dagelijks hoort, we krijgen nu eindelijk mobiel internet. We hebben allemaal aansluiting op computersystemen. Dus nu komt het toch nog goed met die gelijkheid. Ik denk dat dat een mythe is, maar wil er in het volgende college graag met u over doorpraten.